Hey mensen, het is tijd voor een video. Af en toe heb ik daar gewoon zin in en zo ook nu. Daarom kijk je ook naar deze video, denk ik. Omdat je zin hebt om naar een video van mij te kijken. Goed, ter zake. Gisteren is er iets gebeurd, zeg maar, waar ik al een tijdje op gehoopt had. Zeg maar, eigenlijk al gewoon jaren. Zeg maar, en dat is dat ik het meisje waar ik ooit afstand die ooit afstand van me deed, zeg maar, die heb ik gisteren weer gezien. Het is nu trouwens gewoon een volwassen vrouw. Zeg maar, diegene waar ik zeg maar de video's over om had gemaakt, waar ik zo kapot van was. Ik hoopte altijd al dat ik haar weer eens zou zien. En gewoon gisteren heb ik haar gezien. We hebben gepraat, we hebben geknuffeld, we hebben gelachen. We hebben alles gewoon besproken. Het is ook heel fijn om antwoord te krijgen op bepaalde dingen. Zeg maar. En ja, het voelt echt geweldig. Het is, zeg maar, er valt iets van me af. En ook bij haar, denk ik. Bij haar is zeker ook iets van me afgevallen. Intens dankbaar kun je alleen maar zijn voor dat soort dingen. Want ja, zo vaak, hoe vaak komt het nou voor dat je, zeg maar, ruzie hebt met iemand? Of zo, of je gaat rot uit elkaar. En dat je dan de kans krijgt om diegene weer te zien. Dat, ja, ik ben er gewoon heel blij mee. En ik wilde, ja, eigenlijk is dat het enige wat ik wil zeggen in deze video. Voor de rest is het maar een beetje gelul in de rondte. Zeg maar, daar ben ik ook goed in, lullen in de rondte. Lekkere cola trouwens, 17 cent. Kan ik nog een paar van drinken. Ja. Om dan toch maar, misschien ken je dat wel, dat je, zeg maar, iets hebt meegemaakt in je verleden en dat het toch in je achterhoofd blijft zweven, altijd. Je bent wel sterker nu en het is wel jaren geleden al, je hebt het al een plek gegeven, maar toch blijft het zweven in je achterhoofd. Ik kan je maar één tip geven en dat is dat. Benader die persoon weer. Gewoon. Doe het gewoon. Weet je wel, fuck it, wat heb je te verliezen? Dus. En je zal zien dat je daarna ben je opgelucht. Dan kun je ineens weer verder met je leven. Op het moment dat je van iemand houdt, zeg maar, blijf je altijd van iemand houden. Is mijn ervaring met liefde. Ik ben een beetje brak. Dat komt niet door de cola. Dat geeft niet. Maar hoe heet het? Je blijft altijd van iemand houden. Maakt niet uit hoe je uit elkaar gaat. Al ga je uit elkaar met zware ruzie en haatgevoelens. Ze zeggen wel eens. Niet dat ik haatgevoelens had, ooit, nooit. Ik heb nooit haatgevoelens, want dat is alleen maar slecht voor je hart. Daarom wou ik zeggen, hoe heet het? Je doet jezelf ermee tekort als je andere mensen maar alles blijft verwijten. En als je haatgevoelens hebt. Misschien heb jij dingen bereikt in je leven. Ik heb ook gewoon. Ik ben nu gewoon een stuk sterker mens dan dat ik 4 jaar geleden was. Zeg maar. En. Hoe heet het? Sommige dingen gebeuren met een reden. Alles wat je nu hebt in je leven, dat heb je door hoe je leven is gegaan. Tot nu toe, zeg maar. Dat klinkt heel vaag. Maar dat is de gedachte die het gezondst is om te hebben, zeg maar. Dus
Ja, ik wil eigenlijk gewoon alleen maar zeggen, ik ben onwijs gelukkig nu op dit moment. En ik ga misschien nog wel eens een keer video's maken over hele andere dingen. Weet je wel, dat gaat misschien nog gebeuren dat voor, als ik het leuk vind hoor, om te doen of als ik er energie voor heb. Maar YouTube was voor mij een therapie. En dus, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik de therapie nu afsluit, bij wijze van spreken. Maar we zien elkaar misschien weer in een volgende video. Ciao.